Europese landen die hard worden geraakt door het coronavirus. Sinds de eurocrisis heeft Nederland het imago van een koele rekenmeester. En dat is er met de discussie deze week niet beter op geworden. Ad esempio alcuni paesi che in questo momento sono timidi, beh a chi venderanno le loro tecnologie o i loro tulipani se il mercato europeo non sarà protetto in questo momento? Ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja de que país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver. Ja, meneer Dijsselbloem, vooral Wopke Hoekstra kreeg er van land, onze minister van Financiën. U bent zelf ook minister van Financiën geweest en ook voorzitter van de Eurogroep. Dacht u af en toe van, hé, dit heb ik ook wel eens meegemaakt toen u dit allemaal hoorde? Nou, zo fel heb ik zelfs ik het niet meegemaakt. U kreeg ook wel eens kritiek? Ja, ik was voorzitter van de Eurogroep. Wij hebben natuurlijk in de crisis allerlei landen financieel bijgesprongen. En dat ging gepaard met voorwaarden en die waren niet populair. Ik was het gezicht daarvan. Ja. Dus ik kreeg ook veel kritiek. Zeker. Maar wat Hoekstra vandaag en de afgelopen dagen overkwam, was van een ander kaliber, zegt u? Ja, maar ik vind deze crisis is ook echt van een ander kaliber. Dus de vorige crisis begon met de financiële crisis, daarna de eurocrisis. Het ging veel langzamer. Het raakte mensen en landen ook veel langzamer. Het heeft ook veel langer geduurd. Althans, we hopen dat dit sneller dan 6 jaar achter de rug is. Ja. Het heeft lang geduurd. En deze crisis is, in ieder geval mijn beleving, veel heftiger, veel acuter, veel directer. De economie komt echt met een klap tot stilstand. In die zin, Mark Rutte zei het terecht, echt ongekend. We moeten ook eerlijk zijn tegen elkaar. Wat er nu gebeurt in Italië en Spanje is ook echt vreselijk. Ja, de economie komt helemaal. Eerst is het natuurlijk het volksgezondheidsprobleem. Heel veel mensen dood. In de eerste plaats, en misschien ook wel in de tweede en derde plaats, het volksgezondheidsprobleem, die daar echt gigantisch zijn. Het is echt dramatisch wat daar gebeurt. En ja, dan kan ik de eurocrisis terugkijkend wel relativeren. Ja. Dat was ook sociaal-economisch heel ingrijpend voor veel mensen. Maar dit is echt ongekend. Ja, maar er komt natuurlijk een economische crisis achteraan. Dat weten we eigenlijk al wel vrij zeker in die landen ook. Ja, zeker. Ja. Heeft u deze dagen contact met Hoekstra? Belt hij wel eens van, joh, hoe moet ik dat doen? Zie je aan uw ogen? We hebben 1 keer gebeld. Ja, ja, ja. Vandaag zeker. Nog? Ja, toevallig vandaag. En wilt u daar iets over vertellen? Nee, dat we hebben nog even besproken de opties die er zijn. Want u zei, zeg maar, sorry. Misschien. Sorry? Uw advies aan Hoekstra was, zeg maar, sorry misschien. Nee. We hebben inhoudelijk gepraat over wat zijn nou de opties. Ik ben ook 5 jaar lang voorzitter geweest van dat grote Europese noodfonds. En een van de opties, en eigenlijk ook de meest voor de hand liggende, is om dat noodfonds te gaan gebruiken. En er zijn allerlei mogelijkheden voor. Niet op de manier zoals we het hebben gedaan, bijvoorbeeld met Griekenland en Cyprus. Dat was een groot programma, een groot bedrag in 1 keer. Met hele zware voorwaarden eraan. Dat fonds heeft ook andere mogelijkheden. Dat wordt dan credit lines, kredietlijnen genoemd. En dat betekent dat een land niet een bedrag in 1 keer krijgt met voorwaarden, maar dat er een kredietlijn klaarstaat voor als het nodig is. Ja, ja. Als het land geen geld meer heeft of niet meer kan lenen. En dat is nog niet aan de hand. Dus we hopen ook dat het niet nodig is. Maar dan staat die kredietlijn klaar. Een soort verzekering voor het moment dat het echt misgaat, dan is er geld. En dat fonds, dat is natuurlijk al heel groot. Dat heeft zelfs een capaciteit tot maximaal 500 miljard. En het kan ook groter worden. Ik zeg niet dat dat nodig is. Nee. Er is nog 400 miljard beschikbaar. Ja, maar Nederland zei nou juist vorige week niet te snel naar zo'n noodfonds, niet te snel naar eurobonds. Dat zijn van die Europese obligaties. Allemaal niet doen. Dat was een beetje de boodschap die in het zuiden aangekomen is, kennelijk. Ja, eurobonds heb je in allerlei varianten. Als we daarmee zeggen dat Europa of de eurozone voortaan zelf schuld mag uitgeven, dat kennen we gewoon nog niet. Dat is een grote fundamentele stap en dat gaat gewoon nu niet lukken. Nee, het zuiden wil dat wel, hè? Italië en Frankrijk. Ja, die willen dat al heel lang en het noorden wil dat niet. Dat gaat nu niet veranderen. Dat is waarom echt heeft dat niet ingrijpend. De voorkeur? Kijk, het ESM bestaat gewoon al. Die pot geld is er al. Dat is het noodfonds. Daar is een verdrag voor. Daar zitten allerlei mogelijkheden in. Dat kun je letterlijk morgen, kunnen de ministers van Financiën, die ook de baas zijn over dat fonds, kunnen besluiten. We zetten dat fonds ter beschikking voor de bestrijding van de gevolgen van de epidemie in welk land dan ook. Italië, Spanje of elk ander land die dat nodig heeft. En ik zou daarvoor zijn. Ik denk dat
En dat maakt ook wel het verschil, voor mij althans, tussen de vorige crisis en deze. Ik was erg van de lijn, ja, solidariteit, we gaan die landen helpen, hebben we ook gedaan. Maar meteen met voorwaarden erbij. Ik denk dat je hier moet zeggen, solidariteit maar even voorop. En de enige voorwaarde die ik zou willen stellen is, het geld wordt gebruikt om de epidemie te bestrijden en de gevolgen van de epidemie. Ja, precies. Waar het ook voor nodig is. Maar was Nederland dan te fel afgelopen weekend? De dagen daarvoor? Ja, want de gemoederen liepen ontzettend op. Kunt u dat begrijpen? Al die boze Italianen en Portugezen. Ja, nou, er zijn twee opmerkingen bij de markt. Het eerste is dat de politiek in Zuid-Europa gaat soms wat harder erin dan wij in Nederland gewend zijn. Daar schrikken we dan erg van. Ik ben daar aan gewend geraakt. Maar dat vinden ze ook van de bewoordingen bijvoorbeeld van Hoekstra. Ja, zeker. En dat vind ik ook wel in deze situatie, als je de beelden ziet van Italië of Spanje, dan snap ik ook wel dat mensen buitengewoon fel reageren. Hè? Dus... Ja, Hoekstra heeft vandaag echt sorry gezegd. Laten we daar even naar kijken. Als je zoveel storm oogst, ja, dan moet je ook naar jezelf kijken. Ja, dan heb je toch iets niet goed gedaan in de communicatie. Je moet het niet te zwaar maken. Hebben we dat nou wel handig gedaan? Ja, ik denk dat de conclusie is dat we dat niet gedaan hebben. Ik vind ook terecht dat er een beroep wordt gedaan op die solidariteit en op ons. Wij willen echt schouder aan schouder staan met iedereen in de rest van Europa. Ja, je moet ook zo eerlijk zijn dat die boodschap gewoon onvoldoende is overgekomen. Is het hiermee afgedaan? Nee, omdat deze discussie is al heel lang en oud, hè, over eurobonds en hoe verder. Ik denk wel dat het heel goed is dat hij dit vandaag gedaan heeft. Dat komt ook echt wel in alle media in Zuid-Europa, zo werkt het wel. De volgende stap is natuurlijk gewoon echt aan tafel gaan zitten. Allemaal even de toon weer omlaag, lagere toonsoort, rustig. En gewoon gaan praten over mogelijkheden die er nu zijn. Het is een vrij acuut probleem. En het aanpassen van een Europees verdrag om iets heel nieuws te creëren, Dat is gewoon echt heel lastig. Dat alleen al een nieuw verdrag maken kost jaren in procedures. Nogmaals, er is een groot fonds. Dat kan worden benut. Ook met zeer lichte voorwaarden die gewoon te maken hebben met, ja, er is geld nodig om een epidemie te bestrijden. En laten we elkaar daarbij helpen. Binnen het kabinet is ook wel geconstateerd dat de toon vorige week dus duidelijk de verkeerde was geweest. Dat we veel meer solidariteit hadden moeten benadrukken. Want dat Nederland bereid is om te helpen, Dat is zeker. En Nederland wil ook dat fonds daarvoor gebruiken? Nou ja, de manier waarop, dat is allemaal ter discussie, hè? Zoals net al gezegd. Maar ik vraag me wel af, door nu zo duidelijk je excuses aan te bieden, heeft Nederland nu niet zijn onderhandelingspositie verzwakt? Nee, want het gesprek over hoe dan moet nog steeds gevoerd worden. Maar ze kunnen niet meer dwars liggen. Nee, maar volgens mij moet je dat ook niet willen in deze situatie. Dat is vrij simpel. Ja, dat is mijn opvatting. En ik denk dat Hoekstra dat inderdaad ook vandaag wel gezegd heeft. Er moet een oplossing komen. Die oplossingen zijn er. En dan de grote discussie over hoe verder met de eurozone. Ja, die zullen we niet midden in de coronacrisis oplossen. Dat is gewoon de realiteit. Er zitten ook grote meningsverschillen over. Wat is eigenlijk een eurozone? Wat betekent dat? Wat voor verplichtingen ga je samen aan? Nu is er gewoon een acuut probleem. Italië loopt tegen zijn financiële grenzen aan en heeft een mega uitbraak. Ja. En Spanje, idem dito, en andere landen lijken daar te gaan volgen. Ja, u zegt eigenlijk, het is niet zo ingewikkeld. Er is een groot fonds, maak er gebruik van. En stel daar de voorwaarden aan dat het alleen over die coronacrisis mag gaan. Ja, zo is het. En het kan gewoon met een kredietlijn. Ja, dat heeft u vandaag ook tegen Hoekstra gezegd. Zeker. Ah. Ja, dus nou ja, daar komen we er op die manier wel uit. Is het, als het misgaat, echt gevaarlijk voor de toekomst van de Europese Unie? Nou, kijk, dus, ik denk dat uiteindelijk de belangen om de eurozone bij elkaar te houden toch groter zullen zijn dan alle boosheid en ergernis van dit moment. Dat zeg ik gewoon op basis van de ervaring van de eurocrisis, waarin de emoties soms ook hoog opliepen. Er ook wel eens een referendum werd gehouden van we accepteren het niet en we gaan eruit. En uiteindelijk zei de bevolking gelukkig in alle eurolanden, nee, de belangen om bij elkaar te blijven zijn zoveel groter dan al onze ergernis bij elkaar. En ik denk dat dat nog steeds waar is. Europa kan dit aan. De Europese Unie kan dit aan. Ik denk wel dat het moet worden opgelost. Dit probleem moet niet etteren. Je moet echt voorkomen dat landen toegang tot de financiële markten verliezen. Dat hadden we in 2008, 9, 10. En dan wordt de druk, ook de politieke druk op de eurozone, te groot. Dat kun je voorkomen door nu afspraken te maken. Maar Nederland wil in principe dus wel helpen. Zo heb ik minister Hoekstra vandaag begrepen. En volgens mij is dat een goed signaal. Oké, dank voor nu. Nu de maatregelen langer gaan duren, zal er ook langer gehandhaafd moeten worden. De afgelopen week mocht de politie